Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik de favoriete video van november voor jullie. Die hadden jullie nog voor mij te goed. Dus ik ga eigenlijk gewoon snel beginnen met mijn favoriete producten van november. Ik heb alles weer verzameld in mijn toilettasje en ik ga gewoon random de spulletjes eruit halen. Als eerste heb ik hier een nail glaze setje van Catrice. Is van een limited editie en ik ga ze er eventjes voor jullie uithalen. Het is van de limited editie Alluring Reds en die ligt op dit moment nog in de winkel. Heeft ook wel wat van de kerst met kerst te maken, vond ik zelf. Zoals ik al zei is het een nail glaze. Het is een base coat. Je hebt een zilveren base coat. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Die breng je als eerste aan en daarna breng je de rode kleur aan. Dit is dan de color coat en... deze twee in combinatie die geven echt hele mooie nagels. Net of je nagels van glas zijn. Dus je komt gewoon een heel glanzend laagje overheen. Dat vond ik echt super mooi. Ik had eigenlijk ook helemaal geen ervaring met nail glaze. Maar ja, nu ik dit setje van Catrice heb ervaren, ben ik er eigenlijk wel heel erg fan van. Omdat het gewoon heel goed werkte. Dan heb ik uit die collectie ook een mat lip color. Dit is een lipstick. En deze is dus ook uit die Alluring Red collectie van Catrice. En ik vind ook de buitenkant, ik denk dat die heel erg glinst. Dus het glinstert heel erg leuk. En dit is een hele mooie rode lipstick. Hij is echt super rood. Voor kerst is dat natuurlijk prachtig, tenminste als je ervan houdt. Ik vond het zelf heel erg mooi. Ik vond het wel een beetje gek dat het zo'n dunne lipstift was. Normaal eigenlijk altijd alleen maar dikke lippenstiften. Maar deze was heel erg dun. En ja, deze die was gewoon echt ja, heel goed rood. Blijft ook heel mooi zitten. En ik vind het geweldig omdat die mat is. Dan heb ik deze bronzer. Dit is een Sunkist Giant bronzer. En deze heb ik ook uitgebreid gereviewd met dat mooie 3D effect. Vond ik heel erg leuk. En ik vond het heel fijn dat deze bronzer eigenlijk heel goed bij mijn huid paste. Dit is de kleur medium. En hij was ook heel mooi uit te blenden. En ik vond hem gewoon heel erg ja, mooi. Het enige onhandige is misschien een beetje de verpakking. Omdat hij echt wel heel erg groot is. En misschien een beetje moeilijk op te bergen. Maar dat is eigenlijk het enige. En deze die, ja, die hoort echt in mijn favorieten van november. Dan heb ik een verzorgingsproduct voor de lippen, de Baby Lips van Maybelline. Voor iedereen wel bekend. Dit is de kleur Pink Punch. Hij is roze, geeft ook een heel mooi roze kleurtje af op de lippen. Maar nu het weer gewoon weer koud is, dan heb ik gewoon heel snel last van droge lippen, van velletjes. En als ik dan deze gebruik, wordt het eigenlijk vrij snel verholpen. Dus daarom ben ik echt heel erg gek op deze. Dan heb ik twee setjes met nagellak van Essie. Dit is de Summer Collectie van 2014. Ik heb hier al over geschreven ook dat dit gewoon oudere setjes waren die ik bij de Big Bazaar een hele tijd geleden al een keer kocht. En ik was nog niet bekend met Essie nagellak. Dus besloot ik deze setjes mee te nemen en ik vind ze eigenlijk wel heel erg fijn. Het zijn ook eigenlijk gewoon lakjes van 15 ml. En... ja, deze kleuren vond ik ook heel erg mooi. Maar dat vond ik van deze dus ook. Dit is zijn de Color Icons. Hoe je het uitspreekt. Met de kleur Mademoiselle. Fifth Avenue. En Mint Candy Apple. Deze. Dat vond ik heel erg mooi. Bij deze zijn de kleuren overigens Ruffles en Feathers. Hold in the Heat. En Rorange. Dan alweer het laatste product en dit is de W7 Hollywood Bronze & Glow. Dit is een bronzer en een highlighter in één. En ik heb hier al een hele tijd geleden over geschreven, maar ik gebruik hem eigenlijk de laatste tijd gewoon heel vaak en hij blijft gewoon heel erg fijn. Sorry, ik moest even niezen. En ik vind de kleuren heel erg mooi op elkaar afgestemd. Ook de bronzer past gewoon ook heel goed bij mijn huid. En die highlighter zie je ook gewoon heel duidelijk. Ook hebben ze een heel klein spiegeltje hier aangebracht. Ja,
ik vind het niet echt een toegevoegde waarde. Het is misschien wel leuk, maar ik kan er niet zo heel veel mee. Maar ja, ik vind het een heel fijn product. Volgens mij is menig beautyblogger hier ook enthousiast over. En ik dus ook. Dus daarom heb ik hem bij de favorieten van november gedaan. Dan waren dit alweer mijn favorieten van november. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De producten vallen eigenlijk wel mee. Ik kon helaas gewoon niet alles pakken van wat ik heb gereviewd in november. Omdat ik gewoon ook een aantal producten had die ik niet goed vond. Dus die hoort dan natuurlijk niet bij favorieten. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste video's, abonneer je dan even op mijn kanaal. Is geheel gratis. En doe even een duimpje als je het leuk vond. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!